zoveel volk trekt. We hebben wijze muziek bejaard. We hebben wijze een prijsuitreiking gehad van een schrijfwedstrijd of zo. Maar ook al, zoals van Joor, alleen nog maar gewoon simpel voorlezen, dan kom je toch allemaal in naar ons lusten. Vinden we heel leuk. Ik kan niet anders bedenken dan dat het hem gewoon in de eenvoud van voorlezen op zolder zit. Er komen hier vanavond gewone Gelremunners staan. Meestal die hij op straten of in de kerken of bij de Albert Heijn tegenkomen. En die laten hier allemaal wat van hun hobby huren. Scream in de taal waar we allemaal, wat we allemaal dagelijks spreken. Het Gelremunners. Deels ben dat een taalkrijgers. Die zullen voor de pauze allemaal een verhaal veel lezen. En straks na de pauze, dan mag gewoon iedereen veel lezen. Iedereen die als wijs wat in het Gelremunners schrijft en dat in dit toch besleutel gezelschap wijs wil laten nemen, die mag straks naar voren komen. En dat veel lezen, al het eerste verhaal veel lezen. En dat verhaal dat het Giezen. Kom, we hebben niks. Net te zien, hè? Dat is hier allemaal in elkaar gezakt. Jochie, dat is verder nog. Boskoppen bedoeld. Die verdween. Giezen. Niet verder van het einde van Gelremunen stond een groot, oud huis. Aan de ene kant was de Almaassenstegen en de andere kant was de Bentemestegen. De muren waren verweerd en de vier kleine ruimpjes aan de lange straat leunden zowat geen licht naar binnen. Toch had het iets van burgerhuis uit 110. Ja, aan de ogen zonder zou het wel zijn, maar binnen was het armoedig en uiterleefd. Men zei dat het huis nog uit 1744 dateerde. Generaties mensen binnen erin geboren, opgegroeid, gesterven, hiervan nu begraven en tenslotte vergeten. Maar het huis bleef en werd al meer ouder, ik weet het niet. Hij zou wel eens zwaantje zitten. Ik denk dat hij liever aan de buil zit dan dat hij hier thuis is. Dan zegt ze niks meer en kijkt naar de kersen die op de tafel zit te bouwen. Moeier. Wat knerpt de balken vanavond weer, hè? Sluit, het huis liet mijn oude keel van de botten kraken. Wat bedoel je, Jan, de botten kraken? Nou, moeie groffe, hij die botten kraken toch ook altijd als u te stoel kunt. En opa is toch ook oud? Moeie knikt. Ik kijk naar de klokken. Je hebt de schuist die man stit. Ze kan die in het half duister net zien. Ze ziet de wiezers wat op 11 uur staan. Wat blijf je toch? Hij weet toch wel dat ik hier met die beide kinderen alleen nog thuis ben, denk ze. En vooral nou, vanavond, als de wind zo woest over de nacht wegkomt en nu met u zijn spookt. De jongens waren nu de beide steen kreupen. Ze zitten nu aan tafel, dichter tegenaan te uven. Door de stering en de gloppen van de nachtweg komt de wilde wind over de vlakte en de tag aanbundelen. De wind joelt en giert door de gele riet van de bergsloot. Langs de Eubergen over de daken tussen Uzen deur en verlustigd in het polderland van Mastenburg. Dat daar geeft hoe één verhaal nog is je cijfer. Als het ernstig is, geeft het dan een 1 of een 2 of een 3. Maar als het vrolijk is, dan gaan we zo naar de pauze vrolijker toe. Maar die verhaal is dus wel ernstig, maar ieder anders als van het koop. En zo is het op de wereld. Die gekke Rinalda. Achter je ruggen, uw zeur, die al vergaren. Met liefdevolle, streelende bewegingen strekt ze met beide aan over de zuchtstapel die skinderkleerd is, die veur weer op het eenpersoonsbeide lijnen. Uit de room straalt de verbundenheid met die kleertjes die ze krampachtig vast probeert te houden. In de aal grijpt ze alle kleertjes op en klampat ze in een grote kartonnen deuze en schupt de deuze onder beide. In de stoel die in de hoek van de slaapkamer staat, laat ze er langzaam zakken. Dan slaat ze in haar lichaam en ze ziet gezegd wat er weer, net als iedereen die zeer te heeft of die goed beteugd is. Met de ogen dichter en de mond wat los, ontspant ze iets wat.
En uit haar keel komen klanken die aan de slag lieten doordijnen, wat versie der geen woorden. Dan, als er hier aan de meeste stetsen op, lukt er de linnenkasten en pakt van de bovenste planken een dikke badhanddoek. Eén tuffelt ze, gaat dan nog een tweeje. Ze laat haar Schotse vrij nauwe rok tot op de enkels zakken. In de keuken zit het jonge vrouwje en houdt haar kind stil vast. Ze reert en de kleine jochie staat wat verleden bij de achterdeur. De hulpverleners schudden koppen en er ging weg mee. Soms is er een auto gekomen met meesten in witte jassen. Ze hebben Rinalda weggebracht. Serieus, ook een muisje over na te denken. We gaan deur met Wim. En Wim die heeft een Ilaan, ook weer een Ilaande verhaal. Dat is het leuk altijd op deze avond. De verhalen, we praten dat niet op. We kiezen allemaal ons eigen verhaal. Dus je bent altijd zo verschillend. Wim die heeft een verhaal met de titel. Dagboek van een hond. Dagboek van Jaap en Kato. En een dagvriend Suzanne. Och, al liep die naam af. Toen in de buurt, toen er altijd weer die lachen over, als ze die spreken. Want die hebben allemaal van die stoere namen, zoals Rocky en Wodan of Sturm. Maar die namen, die hebben met de dochter des Uzes te geven. Want ik ben deze kom, was dat mij geen jorig was. Zomaar op een avond kwam ze mij op aan. Moest ik opeens met mijn moeder en mijn broeders en zusjes vandoor. Dit is dit. Een verzoenlijk afscheid te nemen. Ze stappen mee in, koeien, achter in de auto. Ja, dat is nou mijn eigen baas, die zei, hij zal nog wel wennen met een auto. Rit maar uit, van de vrouw die als norm zat. Des te eerder binnen wij thuis. Nou, dat hebben we. In de bochten toonde van die in de dadelijke auto van de kooi. En ik werd mee toch misselijk sloegen. Hij sloeg, komt niet in hem om. Het pergel om avondmaalpad kwam zonder buurt bezet. Oh, hij speelt, hij speelt. Goede de dagen. Dat begint dan al goed, bromde Jaap. Gelukkig duurde het autoredding niet zo lang. En kwamen we in de buurt. Wat dus ook geen buurt worden. Dat hadden we begrepen. Ik kreeg een spik, splinter, nee, alsbaandummer. En mocht er een rondkijken. Tjonge, wat een luxe was dat. En de mensen vullen dingen die ik niet snappen, die mensen doen. En opeens moest ik proesten. Ik ben denk allergisch voor oogpolig tapijt. En toen beurden ze mee. Oh, en Kato, de bazinne, die begint mij toch te krijzen. Net als ik bij wie niet wat het doen hadden. Ik schrikte zo. Van narigheid geen klas. Ja, op de tijd. Nou, toen waren we deze vieze goren om. Ze greep mij in de dansbaan en trok mij in ene streep naar de bikkeur. Zo, in de band zie je. Ja, zo noemen ze zo'n kooi. Viespeuk. Zat ik weer op een net als de eerste twee weken dat daar bij een huis wonen. Nou, en ik heb er wat over geleerd. En weer naar de familie. En daar hadden mijn baas geen herinnering. Ze vinden me maar een dooddinder. Maar ik ben nu al gewoon gewend. En met dat meisje Suzanne kan ik het oorlog goed vinden. Die flusterde mij gisteren niet door dat ze een bruiding kreeg. Meer ze is er ook niet van. En ik wilde er van op. En als ont ga je dan denken, bruiding kan dat zomaar. Koop je dan een bruiding? Of koop je die? Dan kun je hem gratis ophalen. Of bestel je die bij een postorderbedrijf? Ik zal er nog wat meer van doen. Het ergste vind ik altijd als Suzanne schoolvriendinnen is meeneemt. Dan gaan ze spullen in de tuin en dan wil ik ook meedoen. Dan zetten ze mee in de bokkenwijn met een mussing op en een das en dals en dan erin. Ach. Dat is wel erg leuk. Maar als je even veel, dan spring je terug. Dat doet niet meer mee.
Oh, en dat ben ik mijn zagrijnig. Gewoon ze mee aan de stad redden. En ik word een knip. En soms ook nog met zand gooien. En toen heb ik wel vol zand. Nou, dan loop ik er echt bij me door. Kijk ik mee aan. En zie je toen met bedenkelijk gezicht. Nou, dan zal de vrouw geen buur meer doen. Nou, dat zal mij ook niet verborgen. Ik had het beste met het dorp. We hadden ook niks van snappen. Dat is zo'n plat, een rechthoekige deusie. En toen strijkt haar toer dan een met de vingers over. Tussen de mantoor. En begint het ding te praten. Ze had een hele verhaal ook. Dat het niks meer vuil. En dat ze blieden zo weer als zover was. Toen begon ze zo iets die aan. Ja, je weet wel wat op de wachten staat. Maar ja, het is wel zwaar die laatste week. Die onderverstaan doet me even in de steek. En ze bedenken dat voor het weten, begint er dan niet aan. Toen begon ze opnieuw te lachen. Oh, ik heb al die honger. Gisteren heb ik een uur pot hoger in de hele gegeven. Ja, toen was ik bij. Dat vind ik ook zo raar. Ik heb een afgepast voedselpakket. Anders werd ik veel te dik, zijn ze. En mijn benzine, die eet mij raar. En die is al zo dik. Oh, en dan augurk. Die valt niet op de keuken vroeger. Ik dacht, die is voor mij. Ik beefde er een stukje af en... Zoer. Wat smerig. En ik zo... Pakte de augurk weer van de grond, veerde het af aan de broek en had het met smaak op. Brandend in dat deusje probeerde we altijd goed te doen. En dat kan omdat nog wat Sint-Bernard bloed in de aarde neuken. En moet je mij vertellen. Mijn overgrootvader was een Sint-Bernard. En de familie die in Oostenrijk woonde, die wel inzet als mensen onder een ruïne terecht kwamen. Ze hadden dan een tunnel ging onder de halsenvlucht met cognac erin. En als ze rond dan een persoon uit de snee aan het luizen graven, dan kon hij wat cognac erin. Moet je het gewoon mooi vertellen. Maar dat gebeurde ik allemaal niet. Dat hij een paar uur onder de snee hebben liggen. En dan het eerste is wat hij vroeg, doe mij maar een cognac. Ja, hoe je was trots op die verhaal. Dat bedoel ik maar zo. Ik had dit verhaal liefst zelf verlezen. Na de pauze, in het open podium. Maar dat mocht niet. Ik zat me afgevraagd. Waarom niet eigenlijk? Vorig jaar mochten we twee jullie meedoen met verlezen op zomer. Zo zie mij. Een onderneming. In een onderleden bleef je ook met een boervrouw omwisselen. Dit is de meesten denk ik net zo. Ja, toch? Ik wil u een verhaal weer lezen. Weer die Lambers. En dat heet Miele. Laat ik ergens dat het kikken naar een draaiende wasmachine op sommige mensen een bijzondere, rustgevende uitwerking heeft. Van het staan naar dat ronde ramie, waar zeggers dromt de toffe laden en de overrenden rustige rundjes draaien, ben ze helemaal kalm. Maar nu ja, vooruit, dat moet hem even overen. De wekker is de volgende moment onverbiddelijk. Vroeg opstaan is smuins toch niet zo makkelijk als het soms ligt. Met tegenzin gooi ik de bien buiten beide en sta slaapdronkend onzeker op mijn bien te balanceren. Als ik op het lichtknop druk, is de slaapkamer opeens elder verlicht en kip ik mijn oom dichter. Op het gevoel pak ik mijn kleren. Bah! Nou moet ik mijn lekkere, warme, flanellen pyjama uittrekken en die koude kleren die als de iedere nacht op de stoelen liggen aantrekken. Maar waarom eigenlijk? Ik
kan toch net zo goed de jas in over de pyjama schieten. Als ik dan straks weer tussenkomen, jas uit, kan ik mijn beide zo weer in. Zo vroeg kom je misschien kippen tegen. Voordat ik de slaapkamer uitga, zet ik nog één elektrische deken op vieren. En versperk ermee de nul op dat ik straks weer in mijn warme huis stap. Een paar minuten overal of zes bidden we in donker naar jullie leuzen. En mooi op dit komen we aan. Voordat ik weer op huis aan liggen, gooi ik de jas op de achterbank. De verwarmer heeft na reparatie nog steeds kuren en daarom is het mijn vuste warm in dojo. Ik kroop achter het stuur en zet de koers op Gerrenmunnau. De radio laat het signaal nu dat het 6 uur is en het nieuws begint. Ik draai de volumeknop iets harder. Dit is het ANP nieuws van 6 uur, schalte de dojo in. Prinses Beatrix viert vandaag haar 80ste verjaardag. Sinds het schoningschap overgedragen heeft aan haar zoon, treedt ze weinig meer in de publiciteit. Haar verjaardag viert ze vandaag in familiekring. Politie IJsseland maakt melding dat sinds enkele uren een vrouw is vermist. Ze is in verwarde toestand. Hé, hey, wat is dat? Is dat nou politie? Ik draai de volumeknoppen iedere maand terug, zodat het stil in dojo wordt. Als ik bij de lichtmis onder het vierdeur in ben, stelt er inderdaad een agent buiten zijn auto. Ik voel het direct een soort spanner in doet. De politie is je beste vriend, werd al gezegd. Nou, wie minder is, als de politie je beste vriend is, en niet veel echte vrienden. Ik wil in ieder geval direct terug. En ik eet het naar dubbele slijm, Adeline als een auto zien. Ik maak me duidelijk dat ik linksaf moet, naar het parkeerterrein van de Keupenuchten. Koortsachtig gok het regen af. Ik heb mijn riem met me, mijn rijbewijs bij mij. Ik weet er niet te uit en ik heb helemaal al geen alcohol nuttigd op dit vroege uur. Mij kan helemaal niks gebeuren, toch? Als ik de parkeerplaats opruide, zie ik nog een politiewagen staan. Met de Noorse een man van het gezag die mij wenkt. Ik zet mijn auto stil, zodat ik pal naast mijn autodeur staat. En ik laat het autoraampje naar beneden zakken. Hij bukt en een bromsnorachtig uft compleet met dikke snurren kijkt naar binnen. Goedemorgen mevrouw, mag ik uw rijbewijs even zien, Basti? Jazeker, zei ik met treurige stemmen. En zenuwachtig zuur ik in de tunneldekking tussen pen, parkeerbunnigjes, kleverige snoepjes enzovoort naar mijn rijbewijs. Nou helemaal niet, zegt de nachtportier. Meteen detect hij wat in op een toetsenbord en draait het beeldscherm van de computer een halve slag. Met dorp een vrouw die in de vaste vaten niet op mijn links. Vrouw in blauwe pyjama was het signalement toch, zei Bromsnor met zijn vinger wiesend om bij. Tja, zegt de portier. De pyjama klopt wel, maar de vrouw in de pyjama niet. Zie nou wel, zei ik. En ik kijk het Bromsnor minachtend aan. Eén later lopen we weer naar de politieauto, nadat hij 1000 maal zijn excuus aan het beurden heeft, die ik natuurlijk niet aanvaarde. Ze was het niet. Terug naar locatie de koperen hoogte, was die kutocht in de snotterdomp achter stuur. Onderweg hoor ik weer een extra bericht op de radio. De vrouw in verwarde toestand wordt in tegenstelling tot een vorig bericht nog steeds vermist. Mijn auto staat eenzaam en verloren op de parkeerplaatsen. Bromsnor geeft me de sleutel, die ik misschien aangerissen. En ik keur hem verder geen blik meer weerder. Als ik op huis aanridde, merk ik pas dat het tenminste slecht te worden is. Als ik mijn auto wil stappen en mijn buurvrouw zie, die net een paar naar mijn buurvrouw is, de deur of de verder uitkomt, wil ik me het liefst onzichtbaar maken. Ik heb nog wat uit te lagen. Ik moet weer op de koffie met voor een kennismakingbezoek. Nachtgrunig loop ik naar boom en zie het laagje van de elektrische deken branden. Als ik hem uitzette, bedenk ik me dat ik van dit belachelijk avontuur toch wat geleerd heb. Ten eerste zet ik nooit geen stap meer buiten de deur in pyjama. Ten tweede,
Ik word niet trillerig en krijg geen uitklappen meer als ik de politie zie. Vanaf nu lust ik ze rouw.